Hallo allemaal, ik ben Merlin. Welkom bij deze nieuwe video. De les van vandaag die ik ga behandelen gaat over de spoorwegovergangen. Hoe nader ik een spoorovergang? Hoe kan ik zien dat ik een spoorweg nader? En hoe moet ik mijn eigen gedragen bij een spoorwegovergang? Heel veel kijkplezier. Spoorwegovergangen. Spoorwegovergangen worden op verschillende manieren beveiligd. Deze beveiliging moet je herkennen en je moet de kenmerken weten, zodat je er daarna ook iets mee kan. Stem je gedrag erop af. Denk eraan dat je een spoorwegovergang in één keer over moet kunnen rijden. Dus rijd niet vlak achter iemand aan. Op het moment dat hij stopt, dan kun jij er niet overheen. En dat kan een ongeval veroorzaken. Dus denk eraan dat je in één keer door moet kunnen rijden. Als je een spoorwegovergang nadert, word je gewaarschuwd door bakens aan beide zijden van de weg. Op die bakens staan streepjes. Die streepjes geven aan hoe ver je verwijderd bent van het spoor. Het eerste baken staat op 240 meter. Het eerste baken geplaatst aan de rechterzijde van de weg en aan de linkerzijde op 240 meter van de spoorwegovergang verwijderd. Het baken daarna staat op 160 meter. Het tweede baken die aangeeft met twee streepjes dat je op 160 meter verwijderd bent van de spoorwegovergang. En het laatste baken, dus het derde baken, staat op 80 meter. Het derde en tevens laatste baken, die staat op 80 meter van de spoorwegovergang verwijderd. En dan ben je bij de spoorwegovergang. Er staat meestal ook een waarschuwingsbord geplaatst. Het waarschuwingsbord bewaakt de spoorwegovergang met een knipperend licht, zodat je weet dat je binnen niet onafzienbare tijd een spoorwegovergang gaat naderen. Spoorwegovergangen kunnen bewaakt. Je ziet het bordje J10. Een spoorwegovergang met spoorwegbomen. Of onbewaakt zijn. Je ziet hier het bordje J11. Spoorwegovergang zonder spoorwegoverbomen. Denk eraan, op het moment dat je de spoorwegbakens, dus het eerste baken nadert, op 240 meter, dat je rekening houdt dat er een file kan staan. Op het moment dat het spoor dicht is, zal er inmiddels al een hele lange rij auto's staan die staan te wachten. Denk eraan, als je langer als een minuut stil moet staan, dat je ook even de auto uitzet. Heb je een start-stopsysteem, dan kun je neutraal zetten, handremmetje er even op en dan stopt de auto vanzelf. Dat is voor het milieu. Je ziet de halve overslagbomen, A-hop in de volksmond genaamd, naar beneden gaan. Er komt nu een trein aan. Wacht altijd tot het rode licht gedoofd is voordat je weer aanrijdt. We naderen een bewaakte spoorwegovergang. Je kan het zien aan het waarschuwingslicht hier met het hekje. Je ziet het eerste baken aan links en rechts van je met 240 meter erop. Het volgende baken staat hier op 160 meter aan weerszijde van de weg. En het laatste baken, dat zal één streepje zijn en dat is 80 meter. De spoorwegovergang komt eraan. Nou, er komt nu geen trein aan. Het is een twee of meer sporen. Dat kun je zien aan het dubbel Andreas kruis. Altijd even links en rechts kijken. Rij het spoorwegovergang ook altijd direct over. Schakel niet op een spoorwegovergang, omdat dat gevaarlijk is. Verschillende soorten spoorwegovergangen. Een bewaakte spoorwegovergang. Dan heb je een bord met een hekje in. En dan is hij bewaakt door middel van halve overslagbomen en een automatische knipperlichtinstallatie. Of het bordje J11. Er is een bordje met een treintje erin. En er is een onbewaakte spoorwegovergang. Is hij helemaal onbewaakt? Nee, er staat wel een automatische knipperlichtinstallatie. Dat zijn wel de spoorwegovergangen waar de meeste ongelukken gebeuren. En de NS is ook bezig om die allemaal af te gaan sluiten. En of af te sluiten of dat ze gewoon ook automatische halve overslagbomen krijgen. Ik ga ze voor jullie opzoeken. Doei! Zorg dat je, wanneer je een onbewaakte spoorwegovergang nadert, dat je heel goed oppast. Het wordt aangeduid door een bordje J11. Je ziet hier het bordje J11, spoorwegovergang zonder spoorwegoverbomen.
Dat is dat driehoekige bord met een treintje erin. Spoorwegovergang zonder spoorbomen. Denk eraan dat je altijd in één keer door moet kunnen rijden. Eventueel, als je het niet vertrouwt, stop gewoon even. Kijk even goed naar links en rechts en rij dan door. Denk eraan dat je even kijkt. Staat er een enkel Andreas Kruis. Een enkelvoudig Andreas Kruis. Of een dubbel. Dubbel Andreas Kruis. Dan kan er ook nog één van links of van rechts komen. We naderen hier een onbewaakte spoorwegovergang. Je kan dat zien aan het bordje J11 met het treintje erin. Spoorweg zonder overslagbomen. Het is een enkelvoudig spoor. Dat kun je zien aan het enkel Andreas Kruis. En er staat een knipperlichtinstallatie. Helemaal onbewaakt zijn ze nooit. De automatische knipperlichtinstallatie staat er bijna altijd. Een spoorwegovergang zoals deze moet je altijd heel rustig naderen. Eventueel even stoppen. Goed naar links en naar rechts kijken. En dan zo snel mogelijk het spoor over gaan steken. Een enkelvoudig Andreas Kruis. Dat betekent dat er maar één spoor is. Zoals ik al zei, één spoor. We naderen een bewaakte spoorwegovergang. Je kan het zien aan het waarschuwingslicht hier met het hekje. Het waarschuwingsbord bewaakte spoorwegovergang met een knipperend licht, zodat je weet dat je binnen niet onafzienbare tijd een spoorwegovergang gaat naderen. Hier zie je een voorbeeld van een dubbel Andreas Kruis, dus twee of meer sporen. Er staat ook altijd een waarschuwing, wacht tot het rode licht gedoofd is en kan nog een trein aankomen. Dus je moet echt wachten tot de lichten gedoofd zijn. Je ziet hier een dubbel Andreas Kruis, dat betekent twee of meer sporen. En er komt nu net een trein aan, dat is mooi. Je ziet de halve overslagbomen, Ahop in de volksmond genaamd, naar beneden gaan. Er komt nu een trein aan. Wacht altijd tot het rode licht gedoofd is voordat je weer aanrijdt. Nader een spoorwegovergang, dubbel spoor, een dubbel Andreas Kruis, twee of meer sporen dus. Beveiligd door de automatische halve overslagbomen en een automatische knipperlichtinstallatie. Altijd even links rechts kijken. Zorg dat je ook in één keer een spoor over kan rijden. Spoorovergang in Vught, de bomen gaan nu dicht. Automatische halve overslagbomen en een automatische knipperlichtinstallatie. De trein zal spoedig komen. Al het verkeer moet wachten totdat het rode licht gedoofd is en de spoorbomen omhoog zijn. De verkeer mag pas gaan rijden op het moment dat de lampen uit zijn.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk en nuttig vond. Vond je hem leuk en nuttig? Geef een blauw duimpje omhoog. Een comment en vergeet niet hieronder te abonneren.